noodzaak voor lening IDB met betrekking tot decentralisatieproces. Flowtoetsen vandaag gestart. En Internationaal Olympisch Comité opent Sport for Hope Center in Haiti. Woensdag 16 juli, goedenavond. Dit is het STVS Journaal. Suriname ziet voorlopig de noodzaak ervan niet in om geld bestemd voor het decentralisatieproces nog langer te betrekken uit leningen van de Inter-American Development Bank, IDB. En dit zegt minister Stanley Bettersen van regionale ontwikkeling. De laatste lening van $14 miljoen, die 3 jaar geleden is afgesloten met IDB en speciaal bestemd was voor decentralisatie 2, wordt normaal afgelost. Bettersen zegt verder dat Suriname het verdere decentralisatieproces zelf ter hand kan nemen. Je zou dan in een nieuw programma met hier andere dingen moeten komen die de districten verder zouden moeten decentraliseren. Maar zoals ik al eerder zei, ik zie vooralsnog de noodzaak daarvan niet in. Laten we zo zeggen, als regering is het besluit binnen de Raad van Ministers besproken en in feite denken we dat we tot hier kunnen doen en dan later verder kijken. Als er een andere regering is die een ander besluit neemt, nou, dan is dat het. Maar voor nu is het even goed. De uitvoering van het decentralisatieproces bestaat uit 2 projecten. Voor project 1 had Suriname al een leningsovereenkomst gesloten van $7.1 miljoen. De RO-minister zegt dat Suriname trots mag zijn op de resultaten die bereikt zijn met het decentralisatieproces. De uitdaging is om deze zaken te behouden en verder uit te werken. Stakeholders, ondernemers binnen de districten, de mogelijkheid hebben om ook mee te helpen aan de ontwikkeling van het district. In dat kader hebben we het donatiebesluit tot stand gebracht. En het donatiebesluit is speciaal erop gericht om de district de mogelijkheid te geven om ook donaties te ontvangen waarmee ze projecten kunnen uitvoeren. We zien dat de district ook de mogelijkheid heeft om bepaalde niet-belastingmiddelen en belastingmiddelen te innen, bestemd voor districtsfonds. We hebben gezien dat districten versterkt zijn middels een civiel-technische afdeling. Districten hebben ook een eigen informatiebalis, waar de bevolking er naartoe kan voor informatie en ook met ideeën kan komen. We hebben gezien dat de districtraden en de resortraden zijn versterkt, waar deze organen alleen maar waren vroeger om te stemmen wanneer de president en de vicepresident niet in de assemblee konden worden gekozen. Het implementatieproces van decentralisatie 2 wordt op 20 september afgesloten. Betrokkenheid van ouders tijdens de GLO-toetsperiode is zeer belangrijk. Dit deelde een schoolleider vandaag mee voor de start van de toets, waar landelijk ongeveer 11.000 zesdeklassers aan deelnemen. De GLO-toets biedt leerlingen de mogelijkheid om zich voor het meer uitgebreid lager onderwijs, MULO, of het lager beroepsonderwijs, LBO, te plaatsen. De leerkrachten zien graag dat alle leerkrachten of leerlingen slagen voor de toets, maar dat hangt natuurlijk af van de inzet van de leerlingen. Voor de zesde klas leerlingen is het een redelijk goede start geweest. Zij werden vandaag in de vakken tekstbegrip, rekenen en adreskunde getoetst. Op verschillende basisscholen is het eerder al opgemerkt dat veel leerlingen moeite hadden bij bepaalde onderdelen van rekenen. Daarom gaven sommige scholen extra lessen in de middaguren of op de zaterdag. Anderen hebben activiteiten georganiseerd om de leerlingen te motiveren. We zijn maandag met ze geweest voor een motiverende dag eruit. We zijn naar Paranam geweest. Ze hebben daar een plantour gehad en na de plantour mochten ze zich ontspannen door te gaan zwemmen in het zwembad. En daarna zijn we weer naar school geweest. Gisteren waren ze vrij. Maar voordat ze maandag naar huis zijn gegaan, heb ik ze nog extra hard onder de riem gestoken. En ze gezegd van jongens, ga ervoor, je kan het, bereid je goed ervoor. Ga rusten en dan kom je woensdag je toets maken. En
tot nu toe heeft het zijn vruchten afgeworpen, want ik heb geen huilende kinderen, ik heb geen zenuwachtige kinderen. Dus het gaat wel. Wat geeft u mee aan de ouders in deze periode als we praten over de inspanning van huishoud? Nou, blijf stimuleren, maar druk niet te veel. Want de druk zit al op ze. Blijf ze stimuleren, blijf ze zeggen dat het goed gaat en dat ze het kunnen. En dan lukt het wel. Sommige leerlingen konden, omdat ze zich voorbereid hebben, makkelijk de antwoorden invullen. De laatste tijden was ik wel een beetje gedropt. De laatste tijden. Maar voor de toets ben ik wel veel gaan voorbereiden. En hoe ik vandaag nu aardrijkskunde, stilistische hoofdrekening heb, weet ik wel. Want ik ging nog vandaag, morgens met mijn vader, nog een beetje oefenen. Daar heeft hij me wel uitgelegd hoe ik moet doen en zo. Want de wereldkaarten vragen ze wel veel. Voor de leerlingen die thuis ondersteuning kregen, verliep de eerste dag van de glootoets heel soepel. En mijn ouders zeiden me de hele tijd genoeg studeren, oefenen. En op school kreeg je dat ook mee naar huis om veel te oefenen. Dus het was gewoon weg oefenen, oefenen, oefenen. Heb je een goede start gemaakt vandaag? Het was wel leuk, het was interessant. En je vroeg ons ook, iedereen die kwam, succes, succes, succes. En dan kreeg je een moed om echt mee te slagen. De glootoets is vandaag gestart en duurt tot en met 18 juli. De uitslag is op 14 augustus. Er moeten structurele oplossingen komen voor een betere aanpak van huiselijk geweld. Dit, gezien de ernst van dit probleem waarmee met name vrouwen te kampen hebben, liet minister Edward Belfort van Justitie vandaag weten bij de opening van de workshop in het kader van de aanpak van huiselijk geweld. Maar door het tekort aan middelen en manschappen kan het gewenste resultaat niet geboekt worden. Voorzitter van de stuurgroep Huiselijk Geweld, Carmen Rassam, heeft vandaag het beleidsplan ter bestrijding van huiselijk geweld gepresenteerd aan belanghebbenden, zodat zij ook hun feedback kunnen geven. Hulpverlening naar het slachtoffer toe, dat we nu op een gegeven moment van plan zijn om alle gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, zij die een hulpaanbod hebben, om ze te doen netwerken, om in deze situaties, acute situaties waarin het slachtoffer zich bevindt, om haar die hulp te verlenen. Rassam meldt verder dat er in het plan een aantal prioriteitsgebieden zijn geïdentificeerd. Eén hiervan is de hulpverlening aan slachtoffers. Minister Belfort zal zich inzetten voor een beter beleid en een snelle uitvoering hiervan. Vorige vraag was, heb ik ook aangegeven dat nu hebben we twee, Paramaribo en Nikeri. Er zijn 10 districten. En dat moeten we toch kunnen opzetten in alle overige 8 districten. Om te zeggen, alle districten hebben dus een meldpunt. Maar ernstig is toch, dan wil ik dus niet 1 keer in het jaar. Maar toen heeft die mevrouw gezegd, inderdaad, we kunnen kijken, maar er is een groep die dus regelmatig contact met de mensen onderhoudt. Ik vind het van belang om toch niet 1 keer per jaar. Maar u wil meer met ze praten? Ja, ja, praten en kijken hoe snel oplossingen bereikt kunnen worden in zaken. Het is nu de bedoeling dat ook de niet-gouvernementele organisaties data verzamelen over huiselijk geweld. Tot nu toe is het alleen de politie die de gevallen van huiselijk geweld registreert. Het ministerie van Openbare Werken gaat spoedig over tot wijziging van de verkeerssituatie aan de Duisburglaan. Dit zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer. Het ministerie is sedert vorig jaar bezig dit project uit te voeren. Ik kan u meegeven dat op korte termijn wij wel zover zijn om de maatregelen aan de Rust en Werk, Everamsegen en de Duisburglaan, Koezewijnenstraat, om die door te voeren. Het heeft enige tijd geduurd omdat wij met een aantal problemen zaten. Wij gaan nu op een andere manier het probleem aanpakken. En de bedoeling is dat wij op korte termijn zover zijn om dat uit te voeren. Vorig jaar november legde WIP al uit wat er zou gebeuren. Binnenkort zal het niet meer mogelijk zijn om vanuit de Koezewijnenstraat rechts af te slaan in de Duisburglaan. En vanuit de Duisburglaan zal het niet mogelijk zijn de Koezewijnenbrug op te gaan. De nieuwe situatie moet voor minder filevorming zorgen.
Zeker op korte termijn komt er een nieuwe verkeerssituatie. Het plan ligt er al heel lang. En in het plan willen we integraal uitvoeren met een oplossing voor de Koesewijnenstraat, Rustenwerk en Evramzegen. En wat moet dat plan gaan inhouden? Nou, in elk geval is het plan dat we de rechtsafbewegingen hier willen verbieden. Dat het verkeer dat komt vanuit de Duisburglaan rechtsaf de brug op gaat. En het verkeer vanuit de Koesewijnenstraat dat naar de Duisburglaan wil gaan, rechtsaf, dat we dat verkeer ook willen gaan verbieden. Het zijn de rechtsafbewegingen die eigenlijk zorg dragen voor de stremmingen. En als we dat eruit halen, zal het verkeer iets meer gaan vlotten. U zegt u wil dat binnen heel korte tijd invoeren. Gebeurt het dit jaar nog? De focus is dit jaar. Omdat we met het oog op de feestdagen sowieso wat verlichting willen brengen in het verkeer. En van de verkeerssituatie aan de Duisburglaan die binnenkort verandert, gaan we naar de drieling die op 4 juli is geboren in het Academisch Ziekenhuis. Niola Gienti en Sergio Cousset hebben daarbij hun 4e, 5e en 6e spruit verwelkomd. Ze zijn de trotse ouders van de drieling. Namen Metuselah Kemar, Metusael Shemar en Mehujael Kemar. De moeder vertelt meer over de bevalling en het leven nu met de drieling. Het was heel zwaar voor me, want haar buik was groot en ik voelde echt niet goed. Maar God heeft me geholpen en het was echt goed gekomen. Ik had al 3 vorige kinderen en dit was 6 kinderen. Ik heb wel een huis van 5 kamers, maar het is echt niet genoeg voor die 6 kinderen. Minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bezocht de baby's vandaag in het ziekenhuis. Zij zijn nog geen 2 weken oud. De minister schonk ze elk een bracelet, boxjes, babyvoeding, artikelen en enkele andere dingen. Deze tegemoetkoming is voor de eerste 60 maanden van het leven van de Dreumesen. Maar wat wij allemaal bieden als regering is dat u dus gezinscoaching in aanmerking daarvoor komt. Begeleiding van het gezin met alle problemen en hoe we daarop kunnen inspelen. Zoals we weten, de vrijgeneeskundige behandeling die biedt ook, dat wordt ook al geboden. Vrijgeneeskundige hulp voor moeder en drieling. Hulp in de huishouding tot een maximum bedrag van 1.250 SRD per maand. We weten niet wie u allemaal zou willen nemen, maar onder begeleiding van de maatschappelijk werkster wordt dan daarover gesproken. Moet er een professionele hulp zijn of kiest u misschien liever gewoon voor een familielid. En als die familielid echt bezig moet zijn, kan die geen ander inkomen hebben. Het echtpaar had al 3 kinderen en heeft er nu dus 6. 5 jongens en 1 meisje. In het AZP zijn er dit jaar 7 tweelingen en 2 drielingen geboren. De eerste drieling is op 17 mei geboren. De Dag der Inheemsen zal anders dan voorheen dit jaar worden georganiseerd door Stichting Herdenking Nationale Dag der Inheemse Volken in Suriname. Deze stichting is opgericht met het oog op de bevordering van de inheemse eenheid onderling en de relatie met andere Surinamers. Het thema voor dit jaar is het zogenoemde Plan de Vida, oftewel Plan van het Leven. Dit plan moet de ontwikkeling van de inheemse leefgemeenschappen op meer gestructureerde en duurzame wijze gestalte geven. Wij hebben dus binnen de Koika het overkoepelend orgaan van alle inheemse organisaties in het Amazonebekken gedacht om de vernietiging van de natuur verder te stoppen. En dat doen wij dan met een plan van het leven. Om zaken, om natuurelementen in het Amazonegebied. En daarmee bedoel ik dus alles wat de natuur inhoudt, dat wij als inheemse mens in het Amazonegebied ook een onderdeel zijn van de natuur. Met hersenen, met handen en voeten, met meer mogelijkheden dan een kankanteriboom.
Vermeldenswaard is dat president Desi Bouterse de nieuwe aanpak van herdenking van Inheemse Dag op 9 augustus persoonlijk toejuicht. Louise Wondel, een bekende artieste en dichteres, is afgelopen dinsdag in de vroege ochtend overleden na een langdurig ziekbed. Dansi, mie dansi, 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 fuseke seke, ala dentaku, denki po. Ze was een beroemde dichteres, danseres, liedjestekstschrijfster en Miss Pompololi van de jaren 90. Ze heeft met de Kabina Benzo Cruzali getoerd door Europa als danseres en ze heeft later de dansgroep Fiamba geleid. Wondel gold als inspirator en rolmodel voor heel veel dansers en dansgroepen. Haar literaire kwaliteiten vielen op bij de doorbraak van haar gevoelige dichten in de Okaanse taal en haar studie sociologie aan het ADEC. Louise kennen we als een hele stabiele vrouw die eigenlijk precies wist wat ze wou in het leven. We hebben haar gekend met Sukru Sani. Ze heeft vaker met ons getoerd, gedanst, heel wat danscontesten ook gewonnen toen. En zo frappant was het ook, 2 dagen geleden is er iemand uit Nederland gekomen, Ricardo Tuinvoort, die mij aansprak over Louise. En we hadden afspraak gemaakt om Louise te gaan bezoeken. En na een dag of 2 krijgen we te horen dat Louise er niet meer is. Louise is overleden, een paar weken geleden is Saoui overleden. Sterk verlies van 2 sterke vrouwen. 2 voorbeeldige vrouwen voor de Surinaamse samenleving. Saoui en Louise Wondel waren 2 sterke vrouwen. Voorbeeldvrouwen voor Suriname. Voorbeeld dat ze heel sterk stond en zeg maar wat het, de cultuur betreft, dat zij het voortouw op dat stukje namen. En er waren mensen, wanneer ze er stonden, dat je echt die boost kreeg, dus dat je deel van hun bent en dat ze deel van jou waren. Ook heeft Louise Wondel een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van sociaal buurtwerk als voorzitter van Stichting Ontwikkeling Hanna's Lust. Louise Wondel is 43 jaar geworden. De waarnemend onderdirecteur van de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Bomma is nu Joyce Alfaissi. Voorheen was ze coördinator personeelszaken delinquente zorg bij het ministerie van Justitie en Politie. Minister Edward Belfort van Justitie en Politie geeft aan dat de vorige directeur, Regilio Blijt, en onderdirectrice Cresta Sedok niet paste in de uitvoering van zijn beleid. Zeven, ze past niet in het systeem van mij, toch? Zo eenvoudig is het. Welk systeem? Het systeem dat ik hanteer naar de inrichtingen toe. Ja, ik heb een beleid en ze passen niet in mijn beleid. Kijk, we zijn bezig met een resocialisatieplan, de inrichting. En als ik weet dat die persoon een obstakel is of dat niet gaat doen, dan moet ik toch ingrijpen. Dat heb ik gedaan. En de waarnemend directeur van het Huis van Bewaring, Otmar Ling, is de vervanger van Regilio Blijt. En het Surinaams Conservatorium is goed op weg om haar doelen te realiseren. Namelijk muziektalenten opleiden tot veelzijdige muzici op professioneel niveau. Dit niveau kan nog niet vergeleken worden met dat van symfonieorkesten in het buitenland. Ramon Williams, directeur van het Conservatorium van Suriname, werkt wel daaraan. En wij willen in de toekomst in Suriname ook een symfonieorkest hebben. Het conservatorium is er, we leiden de mensen op. De mensen moeten, als ze zijn afgestudeerd, een plek hebben. En die plek is een symfonieorkest. Voor de violisten, voor de blazers, voor de percussionisten, voor de zangers, voor iedereen. Dus je moet het zien van, we zijn nu met een kweekvijver bezig. En onze droom is inderdaad uit te groeien tot zo'n symfonische bezetting in de toekomst. Zodat onze docenten hun plaats hebben in Suriname en niet meer naar het buitenland hoeven te gaan om daar furore te maken. Bij een open dag is het verschaffen van informatie het belangrijkste voor het wekken van interesse voor een opleiding. Het conservatorium heeft op een muzikale manier hieraan invulling willen geven.
Het publiek genoot rijkelijk van de verschillende muziekoptredens. Enkele docenten gaven een demonstratie over hoe een les eruit ziet. William zegt dat velen deze muziekopleiding onderschatten, maar het wordt gerekend tot een topzware opleiding. Ook moeten de studenten muzikaal zijn aangelegd. Waarom studeren op het conservatorium? Nou, zingen is mijn passie, mijn leven. Ik kan er niet zonder. En nu is er nou een instituut dat mij tot op een hoger niveau kan opleiden in de zang. Dus ga ik echt ervoor. Zoals u weet is er in Suriname heel wat studenten of heel wat mensen die kunnen zingen. Maar wanneer er gesproken wordt over muziek maken, dan is er een gebrek aan onze ontwikkeling op het gebied van muziek. En ook om nog te kunnen doseren, want Suriname heeft dat echt nodig. Voor het conservatorium heb ik geen formele muzikale educatie gehad. En dit was de kans van het leven eigenlijk om dat wel op te kunnen pakken. Ik doe jazz piano. Voor hem is het zaak muzikanten zodanig te scholen, zodat de Surinaamse muziek op een hoger niveau komt en mondiale bekendheid krijgt. Het publiek was het daarmee eens. Er is een heleboel talent hier. En om ook de jeugd ook te stimuleren om zich bezig te houden met muziek in plaats van allerlei games en elektronische spelletjes. En zeker ook om alles te horen zo. Erg inspirerend. Ik zelf ben gitarist, dus toen die jazzgitarist aan het optreden, daar kon ik me helemaal in vinden. Ik hoorde altijd van het conservatorium, want mijn tante zit ook hier op school, maar vandaag zie ik echt wat het is. Ben je geïnteresseerd? Meer in die instrumenten. Na optredens van studenten uit de schakelklas en het eerste en tweede leerjaar konden de aanwezigen enkele lessen bijwonen en de leslokalen bezichtigen. Onlangs is het conservatorium gestart met een nieuwe en unieke opleiding, namelijk de Bachelor of Youth Music Talent Development, YMTD. Het is een zangopleiding speciaal gericht op de vroege ontwikkeling van getalenteerde kinderen op muziekscholen, in het onderwijs of op de koorscholen. Dit was het Nationaal Nieuws. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.